Nou, hier heb ik al mijn dagboeken. Van 47 jaar, van nou daar. De eerste die van mijn huid, die had het ik dien. Die had ik dagboeken houden. Welke is dit? Dit is 47. Dan ben ik begonnen met uw trouwdag. De hele dag verslag dit van hoe dat voor ons is. En ja, dat is een mooie dag dat dan als even bij mij lezen kunnen. He? En dan staan we hier bij jou in de gang en ja, jou hebt eigenlijk je hele leven geschilderd, hè? Nou, achterna net bewust dingen, maar achterna zit dat er bovendien. Want ik ben op dat boerderijke geboren in 23. En dat boerderijke stond wat tussen Nes en Oudeboorn in. En dat is Oudeboorn. En toen ik tolle weer, toen ben we naar die grote boerderij gegaan in. En stond wat meer een Nes op. En toen ik 23 jaar weer, toen ben ik getrouwd met mijn pietje. En toen hebben we daar 10 jaar geboren en daar ben ik 3 vrouwtjes geboren. Je 14 maaien en jongetje 47. S'morgens mijn koeien naar de boerderij Lepperdijk brengen. 11 koeien en 5 penken. Daarna vee van Nes naar de Puindijk brengen. Thuis op de Lepperdijk gegeten, voor het eerst. Smiddags een wagen vol kleren, bed enzovoort van mij en 6 kalveren op een wagen. Voor het eerst gemolken op de boerderij Lepperdijk. Je bent een smoor drok. Nou ja, dat heb ik mijn hele leven al aan. Dat verhoort net. Dus meende ik sa en sa zwilje. Dat we in 1940, toen ik 16 hier. En zo wijd loogje, dat heb ik een brote dien. Wat een productie. Ik maak er jaarlijks zo'n 8 bol. Want hoeveel heb je er nou in totaal maken? 120. Ik hang in. Dat is Nes, de zielroerde. Die boerderij, daar heb ik mijn paken nou wennen. Jouw schilder je heel precies naai, hè? Ja, ik wil graag wat losser, maar het kan net. Ik wil wel een beetje losser, maar dat lukt mij net. Dit is wat fotografisch wat, hè? Maar ja. Maar wel heel knap. Ik vind dit het mooiste. En ja, dan doe ik het zo. Ja, als je er een keer in zet, dan lees je haast wat trouw. ja, nee, dat is dan nog wel weer mooi. En dan denk je vaak, wat kan ik dankbaar wezen en dat je mijn maatje koe mocht. Ja. Scroo je nou ik nog steeds? Ja, ik dat alle dagen nog. Joen ik weer? Joen ik weer, ja. Dan komt alles er even in. Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Friesland spul, wat is dat? Ja, om er op Friesland heen. Ik zal mijn ramen moeten omlappen. Aha. Moet ook gebeuren. Ja. Voor paas. Is dat z'n vier? Ja, zeker. Neem een kopje koffie? Nou, lekker. Kom erin. En waar je jou al lang op Ameland? Ik ben een echte Amelander, ben geboren en getogen. Mijn ouders, mijn grootouders, alles. Nou, en mijn zoon woont hierachter met zijn gezin. Mijn dochter woont aan die kant. Dan heb ik nog een zoon die woont tegenover de toren. Dus jij een hele kolonie? Rondom. Een mooi toch? Ja. Ja, kleinkind is leuk.
Maar goed, ja, voel me je thuis klaar. Ja. Wat neem je een koffie? Alles. Dus jouw formatie hier wel? Ik wel. Gelukkig wel. Ja, ik ben ziek geweest. Ik heb een hartinfarct gehad, dus toen was het even mis. Ja. Maar ben je weer helemaal klaar. Als nieuw. Ja? Ja. Gelukkig wel. Dus je bent er goed voor elkaar? Ja. Ik kreeg een... met de helikopter, met de zwaarhelikopter weg. Oh. En moest ik dotterd. Ik kreeg een hartstilstand. Nou, dan leid je op goede plak in het ziekenhuis. Hè. En, maar toen ging er heel veel dingen fout. Dus ik heb er wel 3 weken geweest. Maar ik kan me weer mooi redden. Okay. Vandaar dat ik ook een elektrische fiets heb. Ja, want je maakt ietsje rustiger aan, man. Ietsje. Maar ik heb nergens last van, dus. Dus ook helemaal even vooruit? Ik wel. Ja. Je hebt een koffie voor het kaart? Ja.